How to hold on, how to keep going. All the fears, it falls, the love and lost, we're going through it all. Where leads this road? No end, just beginning. When it hangs upon thoughts and flaws, we cannot lose it all. I'm looking for a brighter day. Stuck in reverse when time will go by. A brighter day and a change gonna come, but we have to wait. Able to move on and on. Love is keeping us. Of life, do you ever wonder, did we miss a sign of beating out of time, not feeling fine? But is it okay to tell you're afraid to face the world outside and close your eyes and times don't want to hide? Looking for a brighter day. Stuck in reverse when time will go by. A brighter day and a change gonna come, but we have to wait. Able to move on and on. Love is keeping us alone for a brighter day. Dit mooi. Dankjewel. Dit is Iris Kroes. Klopt, ja. Hallo. Hallo. En Jan Kuiper. En Jan Kuiper. Ja. En ik weet dat jij ooit in The Voice... The Voice. Jan heeft The Voice nooit gewonnen, nee, Jan dat weet niet, ik zeker. Nee. Ja, klopt. Jij in 2012 heb ik The Voice gewonnen. 2012? Ja. Ja. Hoe is het sindsdien met jou gegaan? Goed. Even een hele korte vraag. Ja. Nee, heel goed. Ja, ik heb mijn droombaan. Dus, wat is je droombaan? Ik leef van de muziek en ik toer de hele wereld over. En dat is het mooiste wat er is. Maar het is ook zo uniek. Harp met die stem en dan zo'n modern repertoire. Het is gewoon heel aangrijpend, vond ik. Dank je op een wel. Andere manier. Dank je wel. En Jan... Wat doe jij hier? Je hebt dit mee georganiseerd? Ja, zeker, zeker. Ik was hier van de week ook met mijn gitaargroep, de Five Great Guitars. Aha. We hebben ook gespeeld. En ik denk ongeveer vier weken geleden, had ik contact met Johanna en met Peter Heres. Johanna Ter Stegen, Johanna Ter Stegen. En we kwamen toen in gesprek. We zeiden, we hebben eigenlijk een iconisch beeld nodig voor de cultuur in Nederland. He, zoals je de Vietnamoorlog, dat waren de brandende monniken in Hanoi. En als je aan een bootvluchteling denkt, dan denk je aan dat jongetje van 4 met die gympies. En ik zei, dat hebben wij helemaal niet. Zoiets hebben we helemaal niet. En misschien moeten we gewoon toch eens met elkaar laten zien hoe groot en hoe krachtig en hoe sterk we eigenlijk met elkaar zijn. Als cultuur. Als cultuur. Sector. Ja. Als cultuur. En alles wat ik nu zeg, heeft iedereen hier al veel beter en veel vaker en veel mooier, veel inventiever. Veel leuker al een keer verteld. Ik kan het alleen maar op mijn manier vertellen. En dus wij vonden dat het nodig was. En je ziet nu 600.000, al veel meer al handtekeningen. Dus het is nodig. Dat je, als je 70% van alle cultuur in Nederland, als dat gewoon vrije ondernemers zijn, ZZP'ers, mensen die gewoon hun nek uitsteken. En je legt dan 300 miljoen op tafel alleen maar voor de gesubsidieerde gezelschappen. Ja, dan kan ik ook voor 30 mensen in het theater gaan staan. En kijk eens wat ik nu toch doe, ondanks de corona. En ik ga toch een toneelstukje spelen.
Dat kan, maar dan heb je ook de poen erachter. Maar als ik, als wij met de voorstelling ergens staan, verdienen we ons geld met de kaartjes. Ja. En wat daar heel mooi aan is, is daarom, dat is de connectie tussen Iris en mij, is dat wij 5 jaar geleden zijn we met yoga in concert begonnen. Dus we geven yogalessen in de Nederlandse theaters. En daar wilden we de allerbeste zangeres die er op dit moment rondloopt. Dat was Iris. Dat was Iris. En wij zijn begonnen 5 jaar geleden en eigenlijk spelen we nu ieder jaar zo'n 30 voorstellingen in alle Nederlandse theaters. En Iris, wat is jouw aandeel daarin en jouw passie daarin? Qua de voorstelling yoga en concert bedoel je dan? Ja, dat het echt vanuit het gevoel gaat. En dat vind ik ook bij deze actie heel erg mooi. Je doet het echt vanuit wat je voelt. En ik vind het zelf ook heel erg fijn dat ik ergens bij hoor. Want ik zweef een beetje op het eigen eilandje, zeg maar, altijd qua muziek en qua hoekje waar je dan in past. Maar met Jan en met Yvonne zijn we echt een goed team samen. En dat is fijn. Dat is heel fijn om mee te werken. Ja. Ik wil nog even mijn bewondering uitspreken voor alles wat hier georganiseerd is. Want dat is ook hoe sterk de kunstensector is. Dus niet alleen van we kunnen prachtig zingen of prachtig toneel spelen of schilderen. We kunnen ook prachtig organiseren. Ja, dat vind ik en eigenlijk wel een applaus. Ik ben stom van bewondering, echt waar. Omdat ik natuurlijk wel eens in televisiestudio's kom en iedereen wordt betaald en doet zijn ding en moet lunchpauze en zo. Hier doet iedereen op topniveau alles voor niks. Ja. Gewoon omdat het moet. Ja. En ik weet echt niet, ik kan beter gast zijn hier dan presentator om dit te zeggen. Maar Johanna en de Haren en ik zie Tommy, de opnameleider die ik altijd bij De Wereld Draait Door zag. En alle cameramensen en alle redacteuren, producers, regisseurs. Het is niet te geloven wat hier in een marathon van 7 dagen keer... 12 uur, hè? 7 keer 12 uur. Dat redden ze in Hilversum niet, hoor, met al hun cao's. Echt niet. Nee. Ik vind het fantastisch. Ja. Iris, jij zit nu alleen nog maar te knikken. En ik zou nog wel heel lang met je willen praten. Maar eigenlijk nog veel liever zou ik je nog een keer willen horen. Dat doe ik zelf ook het allerliefst. Dus dat komt heel goed uit. Ja. Oh, fijn. Dank je. En dat doet Jan ook. Ik doe mee. En Jan doet mee. Ook nog. Mooi heet het nummer. Jan Kuiper en Iris Kroes. Dag. Open je je ogen met een traan of met een lach en kijk je om je heen en zie je dan de zon of zoek jij achter alles naar de schaduw op de grond en leef je voor geluk of sterf je van verdriet? En voelt dat als een keuze, of heb jij die keuze niet? Het maakt niet echt iets uit, of dat de waarheid is of niet. Het is hoe jij het ziet. Maar wat je droomt, hoe mooi is jouw werkelijkheid. Jij bent net zo rijk als je je voelt.
Het is maar wat je droomt. Hoe mooi is jouw werkelijkheid? Jij bent net zo rijk. Zo rijk als jij je voelt. Thank you.